Vrienden en fans, welkom terug bij American Truck Simulator. Nou, ben je nou nieuw hier? Hartstikke leuk. Mijn naam is Valentino en welkom op mijn Let's Play kanaal. Nou, vind je het nou leuk om me nog meer te volgen en wil je weten wat ik elke dag ga spelen? Volg me dan eventjes op TikTok, want daar zet ik al mijn shorts neer. En daarna zie ik je heel graag elke zondag hier op YouTube in mijn livestream om 6:30. Nou, zoals jullie al op de achtergrond kunnen zien, gaan we vandaag een mooi ritje doen met de Kenworth V900... En dat doen we zo te zien natuurlijk weer met Kareltje. Ik was Kareltje de vorige keer vergeten. Heel erg eigenlijk. Dus dat gaan we deze keer eventjes goed maken. Nou, laten we snel naar de intro gaan. En dan gaan we lekker kijken wat we gaan doen. Heel veel kijkplezier. Yes, welkom weer bij een nieuwe video. Wat leuk dat je er weer bent en weer kijkt. We gaan lekker verder met een nieuwe rit. En ik heb er wat leuks uitgezocht, namelijk een schoolbus vervoeren van 11 ton. Hoe vet is dat? Dan gaan we van Denver naar Salina in Kansas. En volgens mij hebben we nog helemaal niet gereden in Kansas. Dus dat is hartstikke leuk. Het is wel een best wel vrij lange rit voor mij doen. 686 kilometer. En daar doen we dan 7 uur over als alles goed gaat. Zonder omleidingen en andere vervelende narigheden. Nou, het betreft een standaardlevering en het is een waardevolle vracht. Nou, laten we gewoon lekker snel gaan beginnen. We rijden vroeg weg, dus het is weer 4:30 en dan gaan we lekker op pad. Dames en heren, daar zijn we dan. Daar staat hij. Ik heb hem trouwens, zoals jullie al konden zien, een nieuwe paintjob gegeven. Ik vond dat wel heel gaaf staan. Ja, ik vind het sowieso een hele mooie truck. Nou, we gaan hem maar eens even starten. Yes, kan de andere lamp ook aan? Mooi. Nou, kijk nou toch. Kareltje is lekker aan het slapen. Het is natuurlijk ook nog heel vroeg. Het is 4:30. We moeten ook gaan tanken misschien. Dat is misschien wel handig. Nou, in ieder geval, we gaan naar zijn 1. En we gaan lekker rijden. En dan moet ik heel even kijken of ik... Zullen we anders gewoon gelijk naar de overkant rijden en tanken? Is dat niet handig? Nou, het is nog wel lekker rustig op de weg. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Meneer, ik kan het even doorrijden. Hallo? Hallo? Waarom gaat hij nou... Waarom stopt hij nou dan? Rij dan door. Wat is dit nou? Ja, we gaan toch eventjes meteen tanken. Want dat, we hebben dat echt nodig. We gaan een best wel lange rit doen. Zo. Nou, hij zit helemaal vol. Ik heb 433 liter getankt voor 385 euro'tjes. Nou, gaan we weer gassen. Want we hebben nog een hoop te gaan. Nou, we zijn nou echt officieel onderweg. We moeten nog 27 kilometer rijden voordat we onze schoolbus... Ik ben wel benieuwd hoe dat er dan uitziet. Ja, schoolbus natuurlijk, maar ik heb dat nog nooit vervoerd in deze sim. Dus dat is wel hartstikke leuk natuurlijk. Ik weet trouwens niet of dat bij een DLC zit. Volgens mij wel, want ik heb natuurlijk best wel veel gekocht. Ik heb alles gekocht, alles. Nou, we mogen hier gewoon doorrijden, want we gaan naar rechts. Dat mag in Amerika, daar moest ik heel erg aan wennen. Maar ik doe het nu bijna automatisch. Dus als ik ooit naar ATS 2 ga, dan moet ik daar heel erg aan wennen. We gaan hier trouwens naar links. Dus ik ga eventjes... Juist, even voorzetten. Nou, dat hoeft er nog helemaal niet. Dat duurt op... Oh, oh, gas, gas, gas. Ah, jammer. Huh, zonder licht? Wat is er aan de hand? Hè? Ik heb toch... Oh, wacht, ik heb natuurlijk getankt. Dan ben ik vergeten mijn licht aan te doen. Ja, dat is niet zo heel handig. Dat kostte 400 euro. Dat is... Ja, dat is zonde van het geld. Maar goed, geld, dat geldt niet echt in deze game voor mij. Ik heb 8,9 miljoen. Ik verdien belachelijk veel geld. Het is eigenlijk een soort van sandbox game geworden voor mij. Nou, we krijgen alweer de eerste lampjes. Wat is dit? Roadwork ahead. Oké. We moeten even opletten nu. Yes. Oh ja. Ja, er gebeurt wel wat, inderdaad. Gaan we weer een mooie zonsopgang krijgen, jongens? Of niet? Ik hoop het wel. Kijk, Kareltje. Kijk hem lekker chillen. Jullie kunnen nu ook Kareltje zien. Dat vond ik wel leuk. Want dat kan in deze truck goed. In sommige trucks zit hij echt ja, net buiten beeld voor jullie. Dan zie je hem gewoon niet. Maar nu wel. Nou. Even kijken. Moet ik nog echt door? Ah, nee. Ik lette niet op. Ik lette niet op. Mag ik hier dan ook naar links? Volgens mij... Ik
Ik ga proberen. Oh, dat mag gelukkig wel. Nou, dan zijn we nu in het gebied aangekomen waar onze schoolbus moet staan. Het is zo te zien een soort van... Ja, het is een industrieterrein. Het is wel apart, hè, zo'n schoolbus. Dat had ik echt niet verwacht eigenlijk. We gaan hier zo af. En dan moet het hier ergens zijn. Oh god, wat is dit nou weer? Oh, 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 wat is het? Oh, dit is heel smal. Oh, oh, ik hoop dat ik dit goed doe. Oh, dat gaat wel best wel eigenlijk als ik in mijn spiegels kijk. Oké, zal ik hierin gaan? Ik heb geen idee wat het is, jongens. Ik heb dat nog nooit... Waarom gebeurt er niks? Oh god, sta ik in de verkeerde. Nou, laat ik het dan bij deze proberen. Waarom wil dat niet open dan? Wat is het probleem dan? Oh, wacht, het gaat wel open. Oh jeetje, jongens, wat is dit allemaal smal. Ga je open? Gelukkig. Oké, even opletten nu. Want waar de hel moet ik zijn? Oké, ik ga heel even om me heen kijken, want... Oh ja, daar staat... Nou, we moeten in ieder geval daar staan, want ik zie daar een put. Ja, jongens, het is echt... heel erg passende meet hier. Yes, naar voren. En dan moet het hier zijn. Nou, gelukkig. Hij staat ertussen. Schoolbus. We hebben hem geselecteerd. Rijd naar de groene vlag. Oké. Dus hij staat daar ergens. Hij moet hier achter staan. Nou, we gaan maar eens even kijken. Dit is ook een mooie lading, of niet? Wat is dat? Wat de hel is dat? Een soort trein of zo? Treinstel? Onze schoolbus staat... Hey, wacht even. Ik zie hem al. Ik zie hem al. Juist, kijk. Daar staat hij. Hij stond een beetje verstopt, maar ik heb hem gevonden. Oké. Kom op. Ja, perfect. Koppelen. Mooi, die zit vast. En dan gaan we rustig wegrijden. Even kijken of dat... Oh. Kan ik dan ook weer hier weg? Volgens mij wel, toch? Of niet? Ga ik nou verkeerd? Nee, volgens mij niet. Even kijken of dit wil. Ja, dit gaat goed. En er staat daar exit. Dus ik moet hier ergens... Oh, ik vind dit echt heel vervelend. Oh, nee, dat gaat niet. Dat gaat nooit. Gaat dat? Nee, het gaat niet. Gaat niet. Kijk dan, wat een ding. Ja, we gaan het heel eventjes anders doen. Even kijken of dit... Even opletten. Heel eventjes het zo doen. Heb ik namelijk iets meer ruimte. Ik moet hier doorheen, toch? Of niet? Kijk, nu heb ik hem wel recht. Even in mijn spiegels kijken, want... Oh, dat is het smal. Ja, dat gaat goed zo. Oh, dat is mooi. Nou, dan moeten we er nog eentje. Het lijkt wel alsof dit nog smaller is dan dat van net. Het gaat toch helemaal niet? Ja. En toen viel de motor uit, tuurlijk. Ja, het gaat nog niet helemaal soepel vandaag. Maar we geven niet op. Yes. Jij gaat ook open. Wat zijn dat allemaal voor geluiden, jongens? Oh, wat eng. Ik vind dat helemaal niks. Maar goed, het lukt me wel. Oké, we gaan... Ja, ik moet stoppen, maar ik rij gewoon door. Ja, dat is een beetje eng. Nou, we hebben wel een mooie zonsopgang. Kijk eens even. Dat is mooi. En dan zijn we nu eigenlijk officieel echt onderweg met onze schoolbus. En ik rij alweer te hard. Ik ga veel te hard. We moeten hier trouwens naar rechts. Oh, dat gaat net met die trailer. Kan ik schakelen? Ja, dat vindt hij... Ja, het is 11 ton. Jeetje, jongens. Kom op, zeg. Ja, ik had beter niet kunnen schakelen. Nou ja, laat ik het nou maar gewoon zo houden.
Kan die kareltje lekker kijken dan. Even kijken. Shoulder close the head. Oké, we moeten hier dus naar rechts. Kan dat? Het is heel moeilijk zien. Ja, ik heb vandaag ook best een goede dag. Ik kwam met duizeligheid. Ik heb er weinig last van. Laten we hopen dat dat zo blijft. Want daarom heb ik ook een iets langere rit gekozen. Mijn ritten zijn echt gebaseerd op hoe ik me voel. Soms ben ik gewoon heel duizelig en dan kan ik niet zo heel veel aan. En sommige dagen dan kan ik dat wel, zoals vandaag. Hoop ik. Ik kan er natuurlijk ook gewoon pauzeren en dan de volgende aflevering verder rijden. Maar ik heb liever gewoon alles in één keer, dat is veel leuker. Nou, we mogen hier 105 km per uur, dus we kunnen wel eventjes vaart maken. Hoe laat worden wij eigenlijk verwacht? Eens eventjes spieken. Wij worden verwacht op zondag tussen 3:10 en 9:30 s'avonds. Nou, we komen aan op 1:15 vandaag. Dus dat zouden we makkelijk moeten kunnen redden. Tenzij er iets heel raars gebeurt, maar daar gaan we maar eventjes niet van uit. We gaan ervan uit dat we gewoon op tijd komen. Nou, ik weet niet of we door startjes heen komen. Ik hoop het wel. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Ik heb gisteravond ook eventjes gereden off camera. Leuke rit gedaan, maar het was heel erg... het was één weg, zeg maar. Het was gewoon één snelweg en toen was het klaar. Maar het was wel een hele mooie rit. Het was door... hoe heette dat nou ook alweer? New Mexico was dat. Dus heel veel open vlaktes en... wacht even. Er stond politie. Ja, dat vind ik leuk, de events. We gaan hier eventjes inhalen. Ik heb hem op 110 gezet, cruise control. Zodat we gewoon sowieso door kunnen rijden. Dat als ze gaan remmen of zo. Ik vind het wel apart dat ik nou harder rijd als die auto. Dat zie je ook niet heel veel. Normaal dan rijden die auto's hier sowieso allemaal wel voorbij. Nou, ik ga hier naar rechts. Want we gaan hier namelijk... we gaan hier af. En dan gaan we weer rechtdoor. Dat is apart. Nou, rijden we dan niet gewoon rechtdoor? Nou goed, het zal wel. Oké, even oppassen dat ik mezelf niet doodrijd hier. Ja. Volgens mij kan ik wel doorrijden. Ja, het kan wel. Gassen! Oké, ik krijg net een bericht. Je kunt het nabijgelegen weegstation voorbij gaan. Nou, dat scheelt. Dan moet ik wel kunnen invoegen. Ja, ik ga hier. Want hun gaan zichzelf wel allemaal laten wegen, zo te zien. Het is niet rustig op de vroege morgen. Het is nog niet eens 6:00. Kijk dan hoe druk het daar is. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd hoe Kansas eruit gaat zien. Want volgens mij heb ik daar nog helemaal niet gereden. Het is ook de nieuwste DLC, de laatste. Er komt nog een nieuwe DLC aan. Dat heet Missouri. Of Missouri, ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Alleen, ik heb dat op mijn verlanglijst staan, maar... Er is nog geen datum bekend wanneer dat uitkomt. Dat vind ik wel jammer. Hè, als je dat dan bekend maakt, laat dan ook weten wanneer dat uitkomt. Dus dat is wel wat minder. Maar goed, ik heb zoveel DLC gekocht. Ik heb nog een hele hoop te gaan. Dus dat komt wel goed. Ik vermaak me wel. Nou, vooralsnog is het een hele mooie rit, toch? Of niet? Ik vind het wel, mooi. Het mooiste vond ik nog... Of nou, het mooiste... Een van de mooiste plekken waar ik heb gereden tot nu toe vond ik nog steeds Oregon. Met die hele grote dennenbouw, heel veel bomen, heel veel bebossing en zo. Dat is echt, ziet er echt super mooi uit. En je moet ook omhoog en omlaag en je moet echt klimmen. Dat is wel heel leuk om te doen. En ik ben ook wel heel erg fan van die New Mexico map en de Kansas map. Omdat dat van hele grote open vlakte is, is ook heel gaaf om te rijden. Vooral 's ochtends en in schemer. Nou ja, we zijn lekker aan het rijden. We moeten nog even 475 kilometer... Dus we zijn er nog lang niet. Laat maar weer eventjes in de comments weten waar jij naartoe hebt gereden. Dat vind ik natuurlijk, ben ik altijd nieuwsgierig naar. Dus laat het eventjes weten. En daarnaast wil ik natuurlijk weer iedereen bedanken die de vorige American Truck Simulator video hebben gekeken en geliked. Dankjewel. Nou, eventjes even een shotje van buiten. Kijk dan, wat een ding, joh. Ja, het ziet er wel echt heel erg gaaf uit. Maar ja, nogmaals, ik weet niet of dit, de DLC is. Volgens mij is dit van een DLC, die Heavy Cargo Pack. Want ik heb alles gekocht, geloof ik. Volgens mij zit dit niet standaard in het spel, of wel? We komen trouwens aan bij Burlington. Nou, we hoeven hier niks te doen. Ik heb genoeg benzine. Of diesel, moet ik volgens mij zeggen. Ja, jongens, ik heb geen verstand van trucks. Dus ik weet wel hoe ze heet, omdat het er staat. Maar voor de rest weet ik er niks van. Ja, ik hoop stiekem wel dat we door startjes heen komen.
Want dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Dat ziet er altijd heel leuk uit. En soms dan ontstaan er rare situaties. Zoals toen een keertje, toen moesten we door het gras heen rijden. Nou, dat was ook niet heel prettig. Maar ja, er stond een vrachtwagen midden op de weg. Wacht even, stop alsjeblieft voor een inspectie van het voertuig. Wat is dit nou weer? Oké, dus we moeten heel eventjes hier zo naar rechts ergens. Ja, Karel die denkt ook, wat is dit nou weer? ik vind die kat wel heel erg leuk hoor. Die mond. Oké, we gaan even terugschakelen. Want we mogen hier echt heel erg langzaam rijden. Stop verderop. Ja, ik ben toch bezig. Rustig aan. Komt het ook wel eens voor dat je dan zeg maar boete krijgt hier? Of is dit gewoon puur voor realisme? Want het lijkt me toch dat gewoon altijd goed gaat. Wat moet je er fout aan doen? Ja, dat je doorrijdt zonder te wegen. Dan krijg je waarschijnlijk een dikke boete. Oké, wacht even. Is dit voldoende? Ja. Totale gewicht van het voertuig 26 ton. Hartelijk dank. Mooi, we mogen doorrijden. Er is niks aan de hand. Ja, deze rit gaat prima tot nu toe. Even kijken of we kunnen invoegen hier. Ik vind die UI-mod ook heel fijn hoor. Dat met boven in beeld alles en dan die twee extra spiegeltjes aan de zijkant klein. Ik vind het persoonlijk wel heel fijn. Nou, en dan gaan we maar eens rustig snelheid maken. We zitten op 380 kilometer wat we nog moeten rijden. Dus op zich gaat dit gaat heel soepel. Tot nu toe. Kijk, we komen hier zo langs een startje of weet ik veel wat het is. Allemaal gebouwtjes. Moet even opletten dat ik dat ik niet van de weg af rijd. Als ik naar de zijkant kijk. Kijk maar, dit is wel leuk om te bekijken allemaal. Nou, ik ga hem wel proberen om hem achteruit weer in te parkeren. Dat ga ik wel proberen sowieso gewoon met één trailer achter me. Met die dollies. Ik weet niet eens, kan dat überhaupt met zo'n dolly echt helemaal achteruit? Dat gaat toch helemaal niet? Dat voor mijn gevoel was het net onmogelijk de vorige keer toen ik dat had. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Nou, laten we eens even kijken waar we precies zijn. We zijn dus weggereden uit Denver. We zijn nu op de helft ongeveer en we moeten dus naar Salina toe rijden. En dan eventjes kijken, dat is wel één rechte weg. Maar ik vind het helemaal niet een lelijke route of zo. We komen trouwens wel door Heis of Hees of zoiets. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En dan zijn we er al bijna. Nou ja, bijna. We moeten nog 300 kilometer. Maar we rijden op dit moment dus wel in Kansas, in de nieuwste DLC. Dus alles wat we nu zien, dat is allemaal de laatste DLC wat is toegevoegd. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, ik ben benieuwd of we nog een event gaan zien langs de weg. Want ik heb natuurlijk die event mod geïnstalleerd. Wat was het? 600 nieuwe events. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar of we nog wat gaan tegenkomen. Maar ik vind het eigenlijk wel achteraf gezien. Want ik zei de vorige keer van ja, we zien bijna niks en dit. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel realistisch achteraf gezien. Want normaal gesproken zie je dat ook niet heel vaak. Weet je, dat zie je eigenlijk bijna niet. En als je het dan ziet, dan is het leuk. Of nou ja, het is nooit leuk, ongeluk en zo. Maar ja, het is een sim. En je wil ook wat zien natuurlijk als je aan het rijden bent. Dus als je wat ziet, dan is dat natuurlijk wel, is wel leuk. Nou, ik zie in de verte vliegtuigjes. Of ben ik blind? Volgens mij zag ik echt een vliegtuig landen. Zitten we hier dichtbij? Hé? We zitten hier toch helemaal niet bij een vliegveld? Ik zag echt letterlijk een vliegtuig. Daar, zie je dat? Helemaal achterin? Of is dat een vogel? Nee toch? Zo'n vliegtuig? Kijk, we krijgen ook de McDonald's. Want ik heb natuurlijk die mod geïnstalleerd met al die andere logo's en weet ik het allemaal. Ik vind dat echt super leuk. Dat doet echt zoveel met de sim. Komt een mooie truck voorbij. Ja, ik let altijd zoveel op de omgeving. Ik vind dat gewoon echt super leuk dit. En ik geniet er gewoon nu extra van, omdat ik gewoon minder last heb van mijn hoofd. Dus ik heb geluk vandaag. Nou, Kareltje is lekker aan het slapen. Die is de hele tijd aan het indutten. Ik hoop dat... Of trouwens, er is een nieuwe versie van... hoe heet dat? American Truck Simulator weer. En allemaal mods doen het nog. En daar was ik heel blij mee. Want ik startte het spel op. Toen dacht ik van... Oh god, er is een nieuwe... hoe heet dat? Een nieuwe versie. Doen allemaal mods het dan nog wel. Maar... Ja, alles doet het nog. Nou, het weer zit ook mee. Het is gewoon droog. Het is vrij mooi weer. Het is niet super zonnig, maar...
Het is prima te doen. We moeten nog 168 kilometertjes. We komen bij Kinsley. En dat is wel een stad, of niet? Voor onze neus. Oh god, ze zijn aan het remmen. Wat zijn we aan het doen? Oh, er gaan wat mensen af. Oh, kijk, we zijn nu in Hees. Wat is hier nou aan de hand voor mij? Ik ga even terugschakelen. Wat is daar aan de hand? Kijk, dit is ook een soort van klein dorpje of zo. Nou ja, mensen waren in ieder geval heel enthousiast over deze DLC. Dus nou ja, ik tot nu toe ook. Ik vind het mooi. Wat is dat dan voor een raar gebouw voor ons? Wat is dat? Lijkt wel een soort van... ik wou zeggen watertoren, maar hoe dichterbij... Oh, dit is een soort van Hees Museum. Dat is apart. Lijkt wel een soort watertoren of zo. Ja, wat me in ieder geval opvalt aan Kansas tot nu toe is dat het heel veel open vlaktes is. Dus het is zeker niet zoals Oregon of... weet je wel, dat heel veel bebossing. Dat absoluut niet, maar het zit er een beetje tussenin. Het heeft allebei een beetje. Dus heel veel open oppervlaktes. Maar ook wel met gebouwen erin, dus dat is wel leuk. Nou, ik moet wel eventjes weer gaan verminderen qua snelheid. Want het verkeer om mij heen, dat rijdt niet wat dat mag. We mogen hier 121. Maar ze rijden alles behalve. Ja, ik ga niet af. Ik ga even... Ik ga heel eventjes wachten. Ja, of ik blijf wel gewoon rechts rijden. Volgens mij rijden ze voor mij ook precies 100 km per uur. En we moeten ook nog precies 100 kilometertjes rijden. Ja, ik ben... ik hoop dat we straks genoeg ruimte hebben om te kunnen inparkeren. Want anders wordt het een lastige zaak. Want het is een grote trailer. En ik word er altijd nerveus van. Dus ik hoop stiekem... dat het een beetje mee zit. Kijk, die lucht ook weer. Ja, het is echt een mooie mold. Die weermold of die luchtmold of hoe je dat ook noemt. Nou, er kwam net een bordje voorbij. Nog 38 miles. En dan zijn we in Salina. Waar we moeten zijn. Kijk, wat een mooi uitzicht hier weer. Ja, daar moeten we even gaan opletten. Want we moeten nog een kilometer of 35. Dus we moeten hier zo meteen een keertje af, denk ik. Daar ga ik althans van uit. Dus ik ben een beetje aan het spieken op mijn navigatie. Maar zo te zien mogen we nog wel eventjes een stukje doorrijden. Ik dacht namelijk dat we hier af moesten. Maar dat is niet het geval. Nee, we moeten nog eventjes een stukje doorrijden richting Belleville. Of Belleville, of weet ik hoe dat heet. Kijk, hier kun je rechts naar Belleville. Wij moeten dus nog rechtdoor. Ja, ik zie de afslag. Dus we moeten even opletten nu. Gaan wij hier zo alvast cruise control eraf. En dan zeg ik naar rechts. Dan ga ik eventjes kijken. We hebben Salina ontdekt. Dat is mooi. Even iets terugschakelen. Deze die kan wel uit. En dan gaan wij hier zo terugschakelen. Nou, we mogen hier gewoon door rood als het moet. Oh, gaat het goed met die bus? Oké, gelukkig. Even kijken hoe hard we hier mogen. 121. Nou, dat lijkt me niet, hoor. Of wel? Nee, 56. Kijk dan hoe mooi, jongens. Ja, ik vind het nu al heel mooi, Kansas. Ik ben er blij mee. Oké, we mogen hier niet doorrijden. Yes, ga even stoppen. En dan gaan we even wachten tot we mogen rijden. En dan is het gewoon hier heel dichtbij. Want het is nog 1 kilometertje. Dus het is waarschijnlijk hier zo naar links. En dan zijn we er bijna al. Nou, kom op. Het duurt wel lang. De stoplicht in Kansas. Waarom gaat hij nou niet op groen? Oh, wacht. Het komt omdat rechts aan het rijden is daar. En nu mogen wij als het goed is. Kom op. Yes. Daar gaan we dan. Oh. Oh, dat gaat op zich heel netjes. Ja, die spiegeltjes zijn wel echt een must. Ik vind dat wel fijn dat je die extra spiegeltjes hebt in de hoeken. Vooral aan de linkerkant, of aan de rechterkant natuurlijk. Want ik kan daar heel moeilijk... oh god. Gelukkig komt er geen verkeer. Ja, en dan is het hier. Komt geen verkeer aan.
Dus wij gaan deze bocht maken hier. Kijk, de Amerikaanse vlag is al aan het zwaaien voor ons. En dan even eens kijken waar dat nou is. Dat meen je niet. Is het hier? Ja, het is hier zo. Oké, ik heb geselecteerd dat we hem achteruit gaan inparkeren. Ik zie hier trouwens nog een bus staan. En ik zie daar zo de pionnetjes staan. Kan ik hier zo dan alvast gaan draaien? Nou, dat kan wel, maar dan moet ik hem... Ja, gaat dat werken? Maak ik mezelf wel heel lastig, denk ik. Maar het kan wel, denk ik. Hoop ik. Oké, eventjes kijken of dat kan. Hoe ik het in mijn hoofd had. Ja, het kan wel. Ik even naar voren. Als ik dit heel rustig doe, dan zou dit in één keer moeten lukken. Kom op. Ja. Kom op. Ja. Kom op. Een klein stukje. Nee, ik wil niet overslaan. Ik ga dat afmaken. Kijk dan, jongens. Dit is perfect. Ja, dit is hartstikke mooi. Vincent, daar staat hij. Ik ga hem ontkoppelen. En dan... Nee, ik ga... Huh? Wat is dit nou voor iets? Jongens, wat is dit? Waarom complete hier niet? Wacht even. Ben ik te ver gereden? Is dat het? Oh, kijk. Vracht is klaar. Godzijdank, ik denk al. Oké, nogmaals. We gaan hem ontkoppelen. En we hebben hem voltooid. En hoe hebben we het dan gedaan? Ik ben heel erg tevreden eigenlijk. We hebben 693 kilometer gereden in benodigde tijd. 7 uur en 54 minuutjes. We hebben 224 liter brandstof verbruikt. En ik heb weer een belachelijk hoog bedrag verdiend. En dan sluit ik hem hier ook af voor vandaag. Nou, wat vond ik ervan? Ik vond het echt een hele mooie rit. We hebben nu dus in de nieuwste DLC gereden, Kansas DLC. Ja, nogmaals, ik vind het heel erg mooi. Ik vond het ook heel leuk om met deze truck te rijden. En met Kareltje natuurlijk. Ik was de vorige keer vergeten Kareltje in de truck te zetten, maar... Vanaf nu zal ik dat niet meer doen, want ik vind het wel leuk met die kat erbij. Het inparkeren ging ook heel goed, vond ik. Ik bedoel, het was eventjes één keertje goed inhaken en daarna hop, gewoon achteruit en klaar is Kees. Maar het was wel op zich makkelijk inparkeren, want ik hoefde eigenlijk maar één streep achteruit. Nou, vind je dit nou leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes te liken en vergeet niet op het belletje te klikken, zodat je voortaan geen video's mist. En als je nou nieuw bent, vergeet dan niet eventjes te abonneren. Ik ga je natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik je natuurlijk gewoon weer te zien bij de volgende rit. Tot dan, doei!